Good morning! Dat is zo raar om naar mijn eigen auto te zoeken. Ça va? Dag schat, ja, ça va. Oh my god, het is zo'n mega drukke dag. Voor u? Dus we persen het er even tussen. Ja, 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 voor mij. Oh, I love it. Kijk, ze heeft tijd vrijgemaakt. Dat ruikt goed. Waar gaan we naartoe? Je hebt juist gespoten, hè? Je hebt een toffe trui aan. Ja, ik heb wel net gespoten, ja. Dus dat klinkt wel vuil. Ik kom net van de tandarts. Ja. S'nachts knarst het aan het kikken. Echt? Ja. Oh. Mega veel stress. Ik heb zoveel stress dat ik dat in mijn slaap moet je nou al verwerken. Dus mijn tanden worden korter daardoor en dat ik altijd aan het doen ben. Ja, dat is heftig, hè? Dan moet je zo'n gebiedje. Hè? Oh. Ja, om te zo'n gebiedje in je mond steken. Dan moet ik dat dus laten maken, maar dat moet perfect passen. Hè? Oh. En dat past nu. Maar je had niet. Dat nog niet. Ik had dat wel, maar ik had dat verkeerd. Al 5 jaar lang ben ik verkeerd. Way. Ja. Okay, ik heb misschien wel zin in een latte. Take away. We gaan gewoon langs de McDrive. Ik ken de weg naar de McDonald's iets te goed. Ja, echt? McDonald's fan? Ja? Elke keer als ik s'avonds een show moet spelen, van een musical of zo, heb ik zoveel honger daarna. Omdat ik nooit voor een show wil eten, omdat dat dan op je maag ligt. Dus ik eet eigenlijk dan om 5 uur of zo. Maar dat is veel te vroeg voor s'avonds eten. En dan heb ik om 12 uur weer honger als de show gedaan is. En dan ga ik bijna altijd standaard naar de McDonald's. Met wat net? Ja, de McDonald's. Ah. Bring the beat in. Ik vind Beyoncé, by the way, echt een fucking goeie... Oh nee, mag ik dat zeggen? Ja, tuurlijk. Alles maar. Piep, goeie zanger. Piep. Ik ken de tekst ook wel niet zo goed. Ik kan het ook niet. En nee. Ik heb meestal het laatste woordje van... Het leuke aan dit lied vind ik is dat doe modulatie na modulatie na modulatie. Dat is waar, op het einde. En die blijft maar, omhoog, en die begint al zo hoog en die blijft nog meer omhoog gaan. Dat is onmenselijk gewoon. Volgens mij is dat geen human. Oeh. Hey, maar dat is dus, zie je het? Wacht, dat is aan zo de vaak, zijkant. Hè? Dus dat is teken dat je aan de zijkant te dicht bij iets het zit. Het paaltje is redelijk dicht, maar hallo, I'm a control driver. Ik heb dit echt wel gezien. Je zit echt niet waar. Allee. Is dat zo dicht? Dat is wel heel dicht. Voor mij ook. Ze biedt raakte jij met uw dingen, dat paaltje. Nee, even serieus. Ze biedt gaan ze met een auto afpakken, Jan. Oké, nee, hij rijdt fantastisch. Top, dank u. We zullen wel opwarmen? Ja, oké. Okay. Dus we doen eerst... Zie je horen aan mijn stem? Nee. Wat was dat? Maar dat voelde hier. Dat is niet anders. Amai, wow, jij hebt spieren. Mag ik eens voor? Dat zijn ribben, schatje. Je moet doen, hè. Ik vind dat zo heet. Maar de stem is echt totaal nog niet. Zo, hè? Nee, trouwens, nee. Daarjuist ja. Was er een liedje op de radio. En dat begin, ik dacht echt, dat is precies Jante. Ja? Oké, maar ik vind het wel een compliment. Ja? Ja. Ik ben zoiets zo tijd. Zie je, dat is hetzelfde. Dat is exact hetzelfde. It's all about the money. It's all about the dum-dum-dum-dum-dum-dum. Dat kan allemaal met Mercedes. Ja, fijne. Fantastische auto. Zo alleen maar reclame maken voor Mercedes. Wat een fantastische baan, wat een prachtige Mercedes. Wagen is dit. Dat is ook wel, het is wel een supermooie wagen. En we rijden met dezelfde wagen? We rijden met exact dezelfde. Heerlijk. Van u ziet er wel iets proper. Nee, schatje, ik heb net gekuist voordat je instapt. Ik dacht, ik ga het nog even proper maken. Dat is echt spik en span. Hallo. Nu wacht ik. Hallo? 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 Ah, oké, sorry. Ik ga koffie pakken, maar ik wil dat. Hallo, goedemiddag. Ik heb een vraagje. Ja? Kent u Jan de Tavernier? Dat is casual. Zeg je dat iets? Ja. Oh! Kijk! Herkent je mij? Ja. Ah, voilà. Deze kijk is wel een weer van je zien. Ze was een beetje aan het blozen. Ze was zo... Wat ben jij niet zeer, Fleur? Floor. Hier, die kijkt dus zelf niet naar, jij kijkt zelf niet naar de buurtpolitie of wat? Nee, pas op. Ik heb al gekeken naar de buurtpolitie, maar ik ben niet van dat tikkeling die iedere week kijkt. Ja, ja, ja.
Maar ja, kijk, als ik niet uitgenodigd word op de filmpremière, dan komt dat dus, ja. Oké, de volgende filmpremière krijg je nog wel de iets. Floor. Flo... Dat heb ik toch gelijk? Fleur heb jij gezegd. Ja, hey, dat trekt er Fleur, niet uit. Floor. Dat is bijna hetzelfde. Ja, Floor Lommelen. Inspecteur Floor Lommelen. Maar had jij auditie moeten doen daarvoor? Of hebben ze je gevraagd? Nee, ik heb er auditie voor om te doen, hè. Tuurlijk. Louis Talpe. Want ik ben hier ooit een keer op een auditie tegengekomen van Mega Mini. Super grappig. Toen stuurde hij mij eigenlijk een berichtje van... Hey, is dat niks voor u? Oh. Ja. Dus ik ben toen auditie gaan doen voor de buurtpolitie. En ik heb daar dan pakt 5 rondes of zo voor om te doen. Dat was best wel officieel. En mijn VTM sturen. En VTM moest dat dan goedkeuren. En zo ben ik het aan geworden. Dus ik heb gewoon keihard auditie moeten doen. Zoals iedereen eigenlijk. Zoals iedereen. Het eerste seizoen dat wij gedraaid hebben, waren wij echt zo aan het einde van dat seizoen. Het was dan zo'n rap party. Weet je wat dat is, rap party? Ja. Dat is dat alles erop staat. Ja, ja. It's a rap. It's a rap. Hè? Dus party. We doen een rap party. Ja. Dus, en iedereen was aan het blijten. Oh, ik ga je missen. Het was al zo leuk. En, terwijl iedereen was echt mega dramatisch. Oh, het was toch zo'n leuke tijd. Die paar maanden draaien. En een maand later kregen we telefoon. We gaan nog een seizoen doen en nu zijn we al 6 jaar verder. Dus dat zijn 6 seizoenen? Nee. 12 seizoenen. Oh my god. I know. Misschien moeten we overgaan naar jouw liedje. Alright, is goed. Nou nee, maar dat is raar om mezelf te horen. Niet? Dat is niet erg. Ik heb het nog niet gehoord, denk ik. Wat? Jij bent zo'n typisch voorbeeld van... Dat is zo raar, ik vind dat zo... Oh. Totaal niet van Schlager. Ik ben daar echt geen fan van. Maar dit liedje... Leef, alsof je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, I walk on water, just to be with you. Wat is iets dat niemand weet over Jan de Tammer? Oh, maar dat vind ik wel... Ik weet het heel gemakkelijk. Is dat iets dat je heel gemakkelijk? Ja. Als in acteerwijs of als in... Nee, echt. Dingen raken nu heel snel. Ja. Ik ben een mega, mega emotioneel persoon. Mooi, schatje. Ja. Kijk. Oh. En dan moet ik niet per se aan iets erg denken of zo, maar gewoon... Ja. Oh, niet meer schaats. Ja, zie, dat ik ben een mega emotioneel persoon. Ach, ze hebben iets heel erg uitgelopen. Ja, ik leef altijd heel erg mee met anderen en hun verhalen. En hun... Ik zit altijd heel erg in met mensen. En... Oh, maar dat is zo mooi. Ja. Het feit dat ik nu begin te wenen is dat ik u graag heb ook. Hè. Oh. Maar dat ik dat toelaat. Dit is een safe zone, hè? Carpool karaoke. Dit stukje zo weg met zo'n... Nee, helemaal niet. Gevoel. Ik ga wel om te vertrekken. Ja, dat is niet erg. Baby, merci. Dag, lieve schat. Bye. Bye.